Hallo kijkers van Figo IV, ik ben Figo en vandaag spelen we de game genaamd Five One. Nee, niet Five One Night at Flamsteed. Dit is een soort van remake van Five Nights at Freddy's. En het is gratis. Dus het leek mij wel leuk om dit te gaan spelen. Ik heb Five Nights at Freddy's gespeeld, dus ik weet. Denk ik wel ongeveer hoe het werkt. Oh, I can transcend time and space. Also, I'm coming after you. You can figure out the rest. Have fun. Oké, dit was een telefoonbericht. Ik heb niet precies gehoord. Die zei ze alleen maar van: hallo, ik ben Flumpy, ik kom je halen. Nou, de meeste van jullie weten wel hoe Five Nights at Freddy's werkt. Het is gewoon overleven tot 6 AM en niet dood worden gemaakt door de animatronics. Dit zijn dan denk ik een soort van de animatronics, want dit is dus een remake. En we moeten blijven overleven, tot 6 AM. Honk, 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 honk. Bark, 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 bark. Ik hoop dat het sowieso zijn, maar dat was er ook in Five Nights at Freddy's, in de echte Five Nights at Freddy's. Nou, dit is even de eerste keer dat ik echt One Night at Flamsteed speel. Ik heb natuurlijk wel Five Nights at Freddy's gespeeld. Dus ik weet wel zo ongeveer hoe dit een beetje werkt. Ik ga proberen dit te halen, want het schijnt dat de nachten veel langer duren. Maar er is ook maar één nacht als het goed is. Dus ja. I'm a cactus. 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 Nou, wie hebben we allemaal? Vierkant hoofd, poep meneer. Die had net toch een krant? Oké, poep meneer is een krant kwijt. Flumpty en een vapman. Die man is aan het vapje. Oh, hey. Oké, ik weet niet wat dat betekent dat deze man zijn krant kwijt is. Is dat slecht? Ik denk het wel. Ik hou van mijn leven. Blijf Flumpty. Ik denk gewoon een beetje. Oh. Deze camera's checken. Ik weet niet of ze overal kunnen komen. Hier is Flumpty. Hier is deze man. Oh, had hij niet net meer wc-papier? Kan hij minder krijgen? Oh, ik denk dat ik het al weet. Ik denk dat waarschijnlijk als hij geen wc-papier meer over heeft, komt hij ons pakken. En dat vind ik niet erg fijn. Oh. Hoe kom jij daar opeens? Net was je nog daar. Het gaat allemaal nog lekker. Als jullie trouwens meer van deze games willen zien, dan raad ik jullie aan om op het nieuwe kanaal Schrikmoment te kijken van Jari en mij. Daar filmen wij allemaal van Silk Sword Games. En dus als jullie Silk Sword Games leuk vinden, dan kunnen jullie daar terecht. Oh. Ja, dat klinkt niet fijn. Oké. Okay. Daar zijn ze. Hij staat zo arrogant met zijn armpiece in zijn zij. Zo van hallo. Oh. Wat was dat? Mijn beeldscherm deed gek. Er knipperde iets. Oh, hij heeft helemaal geen wc-papier meer. En nu? Is hij boos? I'm a cactus. Ik voel me al een stuk beter. Gewoon relaxen. Ik ben bang voor de bever. Kan hij. Misschien is het een soort van Foxy en dan gaat hij rennen. Oh, dat was echt eng. Oké, we zijn er weer. Veilig. Huh, wat? Wat was dat? Wat? Shit. De vatman is weg, maar... Een clown is hier nu. Kun je alsjeblieft weggaan? 4 AM. Nog 2 uur. Dat was verschrikkelijk. Wat was dat? Die had ik helemaal niet. Dat ding had ik nog niet gezien.
Er waren... Ik weet niet wat het was. Iets viel me aan, het was rood en het had veel ogen. Oh, dat was naar. Maar ik denk dat we gaan achterkomen. Ik denk dat we gaan uitvinden wat het was in de volgende aflevering. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. En dan zie ik jullie weer terug in de volgende aflevering. Doei!